De literaire organisatie Writers Unlimited en de bibliotheek hebben samen het initiatief genomen voor de opzet van een nieuw debatcentrum in de centrale bibliotheek aan het Spui. De missie van het centrum, zoals we het nu noemen, is een plek te worden in Den Haag waar alle organisaties die dat willen, burgers, kunnen komen met initiatieven voor debatten. Afgelopen vrijdag werd er afgetrapt met een programma rond literatuur. Literatuur speelt in de dingen die wij als Writers Unlimited doen vaak een rol. Maar dat kan net zo goed een wetenschappelijk onderwerp zijn. Of er kunnen journalisten of deskundigen op een ander gebied meepraten. Maar de partners die we uitnodigen, kom maar met je ideeën, daar stellen we niet de eis dat het literair moet zijn. De bibliotheek is de meest voor de hand liggende partner. Welke rol gaat de bibliotheek precies spelen in dit initiatief? Wij gaan een dubbele rol spelen. Op de eerste plaats zorgen wij dat mensen hier terecht kunnen voor de ruimte, de gastvrijheid. Zeg maar de hele facilitaire kant van het gezamenlijke project Be Unlimited. En daarnaast programmeren wij ook. We doen een literair programma en we gaan ook nog andere dingen programmeren. Hoe past dit in de visie van een veranderde bibliotheekrol in de samenleving? Nou, dat past er perfect in. We hebben sinds 1 januari 2015 een bibliotheekwet. En die noemt als een van de taken van de bibliotheek expliciet ook debatten. Dus cultuur, educatie, literatuur, lezen, maar ook debatten. Dus dat past daar heel goed in. Het moet volgens de initiatiefnemers uitgroeien tot een volwaardig centrum. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Nou, laat het nou eens over een tijdje de plek zijn waarvan de Hagenaars en de Haagse organisaties zeggen: jongens, we willen het hier eens over hebben. Waar gaan we dat doen? Dat doen we daar. Dat doen we bij Be Unlimited. Om de simpele reden dat het een wat ik noem een democratische plek is. De bibliotheek is voor elke Hagenaar de plek die alleen maar staat voor kennisdeling en voor bij elkaar komen. En verder geen boodschap heeft of een bepaalde missie heeft. En die neutraliteit, dat maakt van deze plek een hele aantrekkelijke plek. Ik las ook dat dit wel gedragen moet gaan worden door instellingen, organisaties in de stad. Dat gaat lukken? Dat gaat lukken. We zijn nu in een hoog tempo gesprek aan het voeren met organisaties. We ontwikkelen samen ideeën. En mensen begrijpen dat ook. Begrijpen ook van, ik kan natuurlijk in eigen huis een debat gaan organiseren. Maar dan ben ik het voornamelijk voor eigen kring aan het doen. Of mensen die het sowieso al eens zijn met de missie die we hebben. Maar misschien is het veel beter om naar buiten te treden en zeggen, kom op, we gaan de stad in. En we gaan in het hartje van het centrum op deze plek onze onderwerpen aankaarten en bespreken.